uitgelezen kans, hè, om de finale te bereiken van de beker in de Kuip. Nu uit tegen Sparta. Ja, je moet gewoon eerlijk zijn. Als je papier kijkt, dan zijn de topploegen eruit. En dat geeft altijd meer mogelijkheden. Aan de andere kant moet je ook weer waken om je weer jezelf niet rijk te rekenen. Want in feite, als je twee keer Rotterdam aan kan doen, dan heb je het uitstekend gedaan. Het is nu vrijdagmiddag. Je hebt net getraind, hersteltraining. Niet alle spelers, geloof ik, het veld opgekomen. Hoe zijn ze eruit gekomen uit de wedstrijd? Ja, er was natuurlijk wel een bepaalde euforie. En ik geef ze ook de ruimte om daarvan te genieten. Omdat het, dat het wel een speciale wedstrijd was. Aan de andere kant, je kan het niet te lang, want zondag AZ, weer een uitstekende tegenstander, staat voor de deur. Hier en daar zijn er wat pijntjes, dus daar moet je ook weer op inspelen. Maar geen grote pijntjes, geen blessures, iedereen is er goed uitgekomen. Ja, dat moeten we nog even bekijken, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Wie dan? Het zullen er niet zo heel veel zijn. Kelvin heeft wat pijntjes. Leerdam? Kelvin Leerdam. Dus die moeten we nog even bekijken. Nakamba, goed teruggekomen, goed gespeeld. Ja, misschien was Nakamba wel hetgene wat het meeste stond voor de prestatie van gisteren. Op de reisdag komen, of een dag na je wedstrijd meteen vertrekken. Op de reisdag hier dus aankomen, gewoon trainen. Een dag daarna gewoon volledig spelen. Ja, dat geeft misschien aan hoe we op dit moment in die wedstrijden zitten. Dat is voor jou ook lekker als trainer. Een soort signaal ook naar de rest misschien wel, hè? Van dit zijn de echte profs. Ja. Maar ook met name een hulpmiddel of een hulplijntje. Omdat, je weet, ik vind dat we vaak lopen te zeuren over pijntjes en noem maar op. En nogmaals, ik heb dat zelf ook wel ervaren, hoor, daar niet van. Dus het is niet zo dat ik harder of minder hard ben dan andere mensen. Maar het hoort nou eenmaal bij de topsport. En wij moeten er zondag weer staan. En hij is dus het voorbeeld, denk ik, naar de rest van de ploeg. Op maandag wedstrijd. De dag daarna vertrekken. Op woensdag aankomen. Trainen. Donderdag spelen. Ja, dan moet de rest dat ook gewoon kunnen. Een andere middenvelder is vertrokken per direct naar Tel Aviv, Maccabi, Jaini. Wat vind je daarvan? Nou ja, aan de ene kant. Heb je hem die ruimte ook duidelijk gegeven? Nou, als club hebben we hem de ruimte gegeven. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet jammer hoeven te vinden. Soms zijn er omstandigheden die nou eenmaal daartoe, die daar heel veel invloed op hebben. Maar ik wil vooropstellen dat Jaini, het was een fantastisch mens. Het is een fantastisch mens om mee te werken. Fantastische speler om mee te werken. Ik denk dat hij hier en daar wat moeite had met de keuzes. In dit geval ging het vaak om Nakamba. Maar goed, het was heel leuk met hem werken. En vandaar dat het ook op een hele goede manier verder gegaan is op dat, zeg maar, wat transfer betreft. Je aanvoerde Kasia vorige week tegen FC Groningen. In de uitwedstrijd heb je hem halverwege gewisseld. Gisteren stond hij er weer vanaf het begin. Dat was eenmalig of is dat toch ook een signaal naar hem? Ja, ik denk dat we hier over... En dat is van alle tijden. Maar ik denk dat hier ook weer overdreven over wordt gedaan. Ik denk dat het bij het voetballen nou eenmaal zo is. En het grappige vind ik dat je 20 wedstrijden onderweg bent, denk ik, zoiets. En dan speel je een halve niet. En opeens vinden we met z'n allen die halve weer heel belangrijk. Nee, hij heeft 19,5 gespeeld. Dus dat geeft aan hoeveel vertrouwen ik in hem heb. Dus ja, elke speler, als je het niet goed doet, is die kans aanwezig dat je gewisseld wordt. Maar aan de andere kant... denk ik dat je veel meer moet kijken naar de andere zijde. In dit geval 19,5 wedstrijd gespeeld. Ja, ik zie niet echt het probleem, hoor, eerlijk gezegd. En als je achteraf kijkt nu naar de wedstrijd, hoe hij hem ingevuld heeft gisteren. Niet alleen hij, maar ook met zijn ploeg. Leiding gegeven aan zijn ploeg. Dat is waar ik naar op zoek ben bij Kasia. En hij kan dat. Dus dat heeft hij gisteren ook duidelijk laten zien. De volgende wedstrijd is inderdaad zondag thuis tegen AZ. Weer zo'n belangrijke in de race om de play-off plekken, Europees voetbal. Hebben jullie het vaak lastig tegen AZ, hè? In Alkmaar, maar ook voorgaande jaren in Arnhem? Ja, nee, maar het is duidelijk dat AZ al zeker een decennia bezig is zijn plaats te verwerven bij de top 4. En dat gebeurt niet zomaar. Dat doen ze uitstekend. Daar is een bepaald traject aan vooraf gegaan. Een bepaald proces heeft daar plaatsgevonden. Wij zijn nog volop bezig in dat proces. Alleen daar moet je de tijd, de ruimte voor krijgen. Dan moet je ook jezelf de tijd en de ruimte voor geven. Dus wat dat betreft zijn zij een stapje verder. Dus het is niet zomaar een tegenstander waar we tegen gaan spelen. Maar ik vind wel dat we in de uitwedstrijd heel duidelijk hebben laten zien dat we zeker niet minder hoeven te zijn. Hier en daar wat naïef van onze zijde geweest in die wedstrijd. Het was de laatste 20 minuten, geloof ik, ongeveer, hè? Ja, exact. Dus ik denk dat, dat iedereen, zeker tot de 2-1, was er niks aan de hand. Weet je? En soms zijn er ook wedstrijden, de ploeg heeft kwaliteiten. Nou, hoe heet die speler die in veel muren, die viel in.
Nou, die deed iets speciaals. Nou, dat heb je nou eenmaal. In die fase scoorden meer ploegen tegen ons op een speciale manier. Nou ja, dat is voetbal. Maar goed, wij weten waar we staan. Feyenoord is op dit moment in dit seizoen de sterkste ploeg, vind ik. Nou, gisteren hebben we dat duidelijk een signaal afgegeven. Dus we hebben heel veel respect voor AZ. Maar ook wat ik tegen Feyenoord vooraf zei, we hebben geen ontzag. En wij willen ons absoluut meten met AZ. En het liefst ook in de competitie aansluiting blijven houden. En misschien wel hier en daar wat mensen zenuwachtig maken.